kunnen we ook meteen de opstelling overlopen van beide elftallen. Twee wissels bij Eupen na dus vorige week. Allebei op het middenveld. Christy Davis en Pantovic komen in de ploeg voor Keita en Meuwald. Het gevaar moet komen van de duo Finn Bokasson-Nuhu. En Kofeld zei vooraf nog dat hij het vooral compact wil houden. Dus verwachten we toch wel dat ook bij Pantovic knap gedaan hoor van Eupen. Ruimte ligt aan de andere kant bij Manier. Nou, Davidson had dat even gezien, maar durfde de bal niet geven. Finn Bogason. Oeh, gevaarlijke tackle wel van Finn Bogason. Het valt allemaal wel mee voor hem. Raakt niemand. Sor diep gestuurd. Gaat neer. Wat zegt Bourdaudoui? Hij fluit wel. En dan zou dit een rode kaart moeten zijn. Jawel, rood voor Paulson. Geen rode kaart. Nuhu. Niet snel natuurlijk. Kwam daar niet uit met zijn passen. Kanoes. Ja, snel gevoetbald en goed gevoetbald. Heine stuurt Sordiep. Slonina moet komen. Twijfelt daar. Slonina zit ernaast en daar is de goal voor Racing Genk. Sor. Flater van de doelman. En 0-1 voor Racing Genk. Die bal botst daar snel door. En Slonina zat er helemaal naast. Schat die situatie helemaal verkeerd in. En Sor profiteert net voor de pauze. 0-1. Goeie diepe bal. Hij is sneller. Die bal botst door. Hij weet het even niet meer. Slonina ziet hem ook kijken. Kijkt ook naar Paulson. Kijk. Wat een blunder. Dat is leergeld. Maar dit kan Eupen duur te staan te komen. Ja. 0-1. Kanoes. Dat is een mooie paal voor Peentzel. Die moet hem maken, Peentzel. En die maakt hem 0-2 voor Racing Genk. Heerlijke aanval van de Genkies. Uitstekende bal binnendoor van El Kanoes. En Peentzel blijft koelbloedig en maakt er 0-2 van. De zege komt nu wel heel dichtbij voor Wouter Franke en de zijne. Buitenspel of niet, de vlag bleef beneden. Dan doet hij het goed hoor. Zoekt de verste hoek. Geweldige paas van El Kanoes. Voor hem de tweede assist van dit seizoen. 0-2. Finn Bogason. Charles Cook. En Nuhu. Meuwald is mee, daar moet de bal naartoe. Hier is Meuwald. Later voor Charles Cook. Heerlijke voetbal daar, een goal. Oh, wat een doelpunt van Eupen. 1-2, het kampot weer. Prachtige aanval. En goed afgewerkt door Charles Cook in de korte hoek. Fusilleert daar Van de Voort, die heeft er geen kans tegen. De perfecte aanval voor Eupen. Nuhu, goed balletje. Meuwald achter steunbeen door. Charles Cook kapt er nog een mannetje uit. En ramt de bal binnen. Kijk eens, knap gedaan hoor. Hele mooie goal van Eupen. En plots weer. Tolu zou kunnen. Hij is diep gestuurd. Tolu. Op weg naar de 1-3. De doodsteek. Tolu, ja. Dat is de doodsteek. 1-3 voor Racing Genk. De boeken kunnen dicht. De drie punten gaan mee naar Limburg. De gebalde vuist van Wouter Franke. Het zal hem deugd doen. Maar Genk trekt de overwinning wel over de streep. Goeie diepe bal voor Tolu. En blijft daar heel koelbloedig. Mooie goal hoor. Goed rustig gebleven. Hard uithalen. En Slonina. Ziet een derde keer een bal tegen de netten gaan. De buit is binnen voor Genk. Dozowski. Hij mag als laatste de bal raken. Genk wint deze partij met 1-3. Het
heeft ervoor moeten vechten. Maar de drie punten zijn binnen en gaan mee naar Limburg.